Reactie op de tragische aanrijding bij Maarn. Hoe verliepen de verkiezingen op de stations? En nieuwe mbo-opleidingen van NS in Brabant. Dit is NS Weekly. Hoi, leuk dat je weer kijkt. We beginnen bij het tragische bericht van afgelopen zondagavond. Op het traject tussen Driebergen en Maarn is een collega van mij aangereden door een trein. Deze machinist is daarbij helaas overleden. President-directeur Koolmees reageerde dezelfde avond. Vandaag zijn wij een collega verloren. Dit afschuwelijke bericht raakt ons diep. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. Dit moet verschrikkelijk heftig voor hen zijn, net als de nachtmerrie die dit is voor de collega's die ter plekke waren. Door het hele land hangen op NS-locaties deze week de vlaggen halfstok. Inmiddels zijn de autoriteiten begonnen met het onderzoek naar de toedracht. Dan iets heel anders, want op bijna 40 stations kon je gisteren je stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Is dat een handige plek, stemmen op het station? NS Weekly nam een kijkje. Ik sta hier op Utrecht Centraal en vandaag staat hier de Democratie Centraal. Maar niet alleen hier, op 36 andere stations vandaag kan je stemmen. En zoals ik kan zien achter mij is er een behoorlijke rij, de opkomst is best groot. Ik vraag me af, waarom stem je eigenlijk op het station? Omdat ik zo meteen naar mijn werk ga, dus het is, ja, het is eigenlijk heel handig dat ik dan meteen hier kan stemmen. Toevallig, vanavond blijf ik langer op kantoor, dus dit was de enige optie. Dus ik zag dat het al vroeg open was, dus dat was top eigenlijk. Want waar kom je precies vandaan en waar ga je naartoe? Ik woon in Terweijde en ik werk hier op een kantoor een paar meter verderop. Ik kom uit Utrecht en ik moet naar Schiphol, dus nou, het is ideaal dat je dan hier kan stemmen. En heb je lang moeten wachten, want ik zie een paar rijen staan? Ik denk dat ik 5 tot 10 minuutjes moest wachten, dus viel me heel erg mee. Straks in NS Weekly. Jouw laatste kans om met korting te reizen naar deze gruwelijke theatrale beleving in Amsterdam. Je hoort er zo alles over. Maar eerst, wil jij conducteur worden? In het zuiden van ons land bestond daarvoor nog geen mbo-opleiding. Vanaf september verandert dat, want dan start het Willem 1 College in Den Bosch met opleidingen voor het vak van hoofdconducteur en machinist. Heb je interesse? Wees er dan snel bij, want de deadline voor het aanmelden voor komend schooljaar is 1 april. Op onderstaande site vind je een overzicht van alle opleidingen waar NS mee samenwerkt. En van Brabant gaan we naar Twente, want het nieuwe elektrische slot van de OV-fiets is vanaf nu ook daar te vinden, om precies te zijn op station Almelo. Ruim 30 OV-fietsen op dat station zijn uitgerust met deze innovatieve beveiliging waarbij de OV-chipkaart de fietssleutel vervangt. Hier zie je hoe dat werkt. Zo kan jij makkelijker en sneller de deelfiets huren. Eerder introduceerde NS dit al op onder meer de stations van Amersfoort en Harderwijk. En stap voor stap komt dit slot ook naar andere locaties. Dan een blik op afgelopen week. Dinsdagochtend was er een storing in het IT-systeem van de verkeersleidingspost in Zwolle. Hierdoor was er van en naar dat station even geen treinverkeer mogelijk. Rond het middaguur werd het treinverkeer weer opgestart. Dan kijken we naar komende week. Door werkzaamheden is rond station Schiphol Airport de dienstregeling aangepast. Dat gebeurt vanaf morgen tot en met maandag. Even opletten dus. Ga je op pad, plan je reis dan vooraf in de reisplanner. We sluiten af met nieuws uit de spoordeelwinkel. Je hebt nog korte tijd om gebruik te maken van enkele aanbiedingen. Zoals naar die Amsterdam Dungeon. En daar moet je wel zin in hebben, want je krijgt de gruwelijkste geschiedenis van Amsterdam voor je kiezen, inclusief de brandstapel. NS brengt je er graag naartoe en alleen deze maand kan het nog met korting. En mocht je het nou liever rustig aan doen, kijk dan ook eens op de site van de spoordeelwinkel bij de nieuwe uitjes, zoals het Fabriek de Lumière. Dat zie je hier en daar komt de kunst van twee Spaanse meesters tot leven, de werken van de schilder Dalí en van architect Gaudí. Voor ieder wat wils dus. En dit was NS Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hoi!